fijn dat u er bent. En misschien bent u wel hier toegekomen met de hoop dat er iets waar mag zijn van de grote woorden die wij elkaar vannacht vertellen. Woorden als troost, redding, stemmen die ons de weg wijst, vreugde, gerechte, licht, goede wil en vooral dat ene dat wij allemaal wel persoonlijk aan ons oor gefluisterd willen hebben. Vrees niet, vrees niet. Telkens wordt die oproep om niet te vrezen in de Bijbel herhaald. En wel vanaf het eerste begin. Vanaf het moment dat Abraham aan het licht treedt tot aan de verrijzenisverhalen, de verhalen dat Jezus leeft, ook na zijn dood. Maar nergens is het verlangen zo groot als in deze nacht. Of wij nu iets ouder zijn of jong, optimist of pessimist, we zullen er maar weinigen zijn van ons die geheel vrij zijn van zorgen en die de toekomst tegemoet kunnen zien met hetzelfde rotsvaste vertrouwen van vroeger. Het onheil, beste mensen, grijpt maar al te snel om zich heen. Voor hen die hun bestaan of hun werkgelegenheid of hun relatie bedreigd zien. Voor al die mensen die bang zijn voor gestoorde dictators die atoomwapens ontwikkelen. Voor hun lont in het kruidvat of voor ongelukken in het milieu die waarachtig niet denkbeeldig zijn. Het jaar, beste mensen, het jaar dat achter ons ligt, heeft niet veel bijgedragen aan die sluimerende angsten in jezelf te keren of gerust te stellen. Integendeel. En daarbij verkeert onze kerk momenteel in een diepe crisis. Door alle misbruiksschandalen verliezen enorm aan moreel gezag, aanzien en vooral ook aan geloofwaardigheid. Het zou goed zijn als gezagsdragers ophouden om een ieder een strenge moraal voor te houden, maar de gevolgen daarvan weer naar eigen gewederen niet willen doorvoeren. Het beoefenen van de nederigheid is hier van hoog tot laag op zijn plaats. Dit betekent ook het voorkomen van incidenten door anderen voortdurend de maat te willen nemen. Laten we ons samen, beste mensen, want wij vormen ook de kerk, laten we ons samen voor inzetten dat de kerk weer heil en geluk kan brengen. Het is onrustig in de wereld en in de kerk. En toch staat in het verhaal waar wij vanavond op afgekomen zijn, centraal dat ene woord, vrees niet. Maar met welk recht? Wie durft deze woorden nog uit te spreken en daarbij geen verwachtingen te wekken? Het verhaal wat wij vannacht horen, misschien kennen wij het haast van buiten, maar het doet ons goed om het weer opnieuw te horen. Dat verhaal komt van mensen die weet hebben van wat dat is, angst. Al die mensen worden bemoedigd, want de engel zegt, wees maar niet bang, Maria, schrik niet Jozef, zoon van David. Vrees niet, zegt de engel tegen de herders, vrees niet, heden is u een redder geboren. Dat helpt, de stoere mannen laten zich raken tot in hun ziel. Ze staan op,
gaan op weg op zoek naar het kind. Een diep verlangen is gewekt, is wakker geworden. Ze gaan op zoek naar hun redder. Veelbelovend. Redder. U redder. Maar lezen we niet ergens overheen? We horen het al jaren en het klinkt zo vanzelfsprekend. Wat betekent redder? Nu, vandaag, voor ons. Voor u die wel misschien moeite hebt om het kerstfeest te vieren. Voor u hier en u die zoveel zorgen heeft dat u misschien wel met uw gedachten ergens anders bent. Laten we samen naar het kerstkind gaan. Eerst en vooral er naar kijken. Zie met de aandacht de armoede van hem die in een kribbe gelegd is en in een armzalige doeken gewikkeld, zegt de heilige. Dat is het eerste wat mensen doen als ze op bezoek gaan bij jonge ouders. Kijken naar het kind. En dat verandert mensen. Ze krijgen allemaal iets van dat kind. Ze maken tere kindergeluiden. Na, na, na. Zoals iets wat we in de kerstliederen herkennen. Mensen kijken naar het kind. Als een mens goed naar dat kind kijkt, voelt hij dat hij ontdooit. Hij wordt vloeibaar. Zoals ijs waar licht of warmte op valt. U redder, ja, want het kind van Bethlehem roept iets wakker, roept op wat in iedere mens aanwezig is, liefde en licht. Soms is dat diep verborgen, weerloos en kwetsbaar als een kind. Het is het beste dat in ons is. Het goddelijke kind in ieder van ons, het mag er zijn. En dat horen we vandaag. Laat het toch geboren worden in ons. Ons leven wordt werkelijk nieuw en stralend. Kind in u, goddelijke kind. Het eerlijke en zuivere beeld van God in u. In het spreken en doen van Jezus komt God aan het licht, spreekt God zich bijzonder uit. Jezus heeft dat zuivere, deemoedige en waar nodig, en dat bewonder ik zo, beste mensen, tegendraadse altijd bewaard. In zijn leven kunnen we zien wat het is om vrij en bevrijd te zijn van oordeel en vooroordeel, van alles wat ons gevangen houdt in menselijk opzicht. God woont in jou, zegt de engel tot Maria, een onbekend en eenvoudig meisje van het Joodse platteland. En Jezus uit haar geboren zal bij ontheemde en ontreddende mensen zijn tent opslaan. En als het niet anders kan, schuift hij zelfs heilige wetten en regels terzijde. Heilig zijn deze eerst dan als zij bijdragen tot menselijk geluk en anders niet. God ontmoet ik vooral in de ogen van mijn naaste. In gedachten, beste mensen, hoor ik het Oratio Sheli. Het lied van de Advent. Zingend bidden we daarin, mogen de dauw van de hemel over ons neerdalen, dat de wolken gerechtigheid doen regenen over het land. Mogen de aarde opengaan, opdat ze gelukkig wordt en het zaad van de gerechtigheid.
zouden zoeken op de juiste plaats. Als ze God zouden weten te vinden in elkaar. Zo denken we dat zeggen zoals we hier zitten. Als onze naaste, ook hem of haar, die zo anders is of blijft dan wij, met respect tegemoet zouden treden. Een mens, een profeet zelfs, zei: het volk dat dwaalt in duisternis zal een groot licht aanschouwen. En zoals de zeebodem bedekt is met water, zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. Maar waar dan? Vroeg de mens, een profeet zelfs. Waar en wanneer? Niemand die het wist. Diep in het hart van de mens kwam het kind werkelijk tot leven. En hij wist dat het mogelijk was mens te worden, te leven, een stem te horen die zegt: jij bent goed, jij mag er zijn, jij bent de kwaadste niet, ik heb je lief. Ik heb je lief, woorden die werkelijk mogen aanzetten tot liefde. Juist hierdoor voelen we ons deel van een hele beweging van mensen die op een andere manier in de wereld willen staan. Dat is dan ook wat we willen proberen te leven en keer op keer weer proberen te verwoorden. Beste mensen, een andere wereld is mogelijk. Een wereld waarin het eenvoudiger is om werkelijk goed te zijn. Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de bereisnis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.